Nou, we hadden het natuurlijk al doorgenomen. Ze wisten wat er ging gebeuren, welke beelden we zouden zien. Maar er werd natuurlijk van tevoren een verhaal verteld over mijn oma. Dat mijn oma daar nog zit. En mijn moeder zei van tevoren nog... Ik wil niet weer huilen in het publiek. Ik weet wat er nu gaat komen. Maar ze zag die foto van mij met oma. En ja, mijn ouders staan natuurlijk onder zo'n... Ja, deze foto. Ja. Staan onder zo'n spanning. En dan kunnen ze ook... spontane momenten in één keer de kraan openzetten. Ja. Gebeurde dat bij jou na afloop ook? Want op dat moment dan sta je er. Maar moet voor jou ook ontzettend intens zijn muziek geweest. Muziek is emotie. Ja. Ja. Ja, dat is zeker waar. Ik was op dat moment eigenlijk vooral bezig met genieten. Want het was voor mij ook gewoon een heel mooi moment dat ik dat kon doen. Het was een hele bijzondere ervaring dat ik op deze manier kon bijdragen. En achteraf was er vooral gewoon spanning, ontlading... maar ja, ik was vooral gewoon heel blij en positief dat ik op deze manier mijn stem kon gebruiken om me uit te spreken over wat er nu gebeurt. Ja, en er gebeurt veel, ook in jouw familie. Dat zei je al, ja. Aan jouw moederskant, maar ook aan jouw vaderskant. Vandaag dus... zei